Heb je nog een laatste boodschap aan de politie? Die schijnt boos te zijn. Ja, kom in opstand. Ook de politie? Ja, ik weet toevallig dat heel veel agenten er ook niet achter het beleid staan. Dat ze liever echte boeven gaan vangen in plaats van een avondklok handhaven of coronaboetes uitschrijven. Ja, rapper Convex Kafka's, dat yes, is zo goed. Ja, klopt. Je hebt een lied gemaakt, Kom in Opstand. Ja. Kom in opstand. Kom in opstand. Kom in opstand. Kom in opstand. Ik wil dat je beseft wat je kan, dat je opstaat en vecht voor je kans. Kom in opstand. Kom in opstand. Ook Willem Engel speelde in de clip en ja. Er is wat ophef. Klopt. Laten we beginnen. Je stond bij politieauto's te rappen en de politie was er niet blij mee. Nee, nou, ze stonden heel mooi geparkeerd. Het leek net alsof het een set was voor de clip. Dus ik dacht, ja, we maken gewoon gebruik van de situatie. En de politie doet nu heel verbaasd, maar ze stonden erbij, ze keken erna. Dus, toen vond ze het best? Toen jij ze zeiden er niks van. Dus. Waarom was de politie er? Was die er speciaal voor jou? Ja, ze hadden doorgekregen dat we een clip gingen schieten. Ze wisten niet precies waar, maar ze hadden al heel snel een melding gekregen van groepsvorming. Omdat we denk ik toch met wel zo'n 40 man aanwezig waren daar. En ja, dat mocht? Nee, dat mocht niet. Maar daarom kwamen ze controleren. Maar waarom deden jullie het wel dan? Voor de clip. Ja. Ja. En gelet op hoe het nummer verloopt. Ja. Heb jij ook niet zoveel met die regels, of wel? Nee, ik vind heel veel regels vind ik disproportioneel. Zoals een mondkapjesplicht of een avondklok inmiddels. En wat nog meer, 1,5 meter afstand houden wat geen zin heeft. Dat soort dingen allemaal. Ja, dat heeft allemaal geen zin? Ik denk niet dat dat zin heeft, nee. Een mondkapje, kijk, en als je het nog bij een mondkapjesadvies had gehouden, dan had je mij niet horen klagen. Maar op het moment dat je iets wat niet werkt gaat verplichten, dan raak ik geïrriteerd. Maar ondanks dat het dus niet mocht van de politie, liet de politie je toe dat jullie die clip opnamen. Sterker nog, jullie mochten bij de auto's opnemen zonder dat ze ingrepen. Ja, ik weet niet of het mocht, maar we deden ze grepen niet in. Ze zeiden niet van, nu is het klaar, of wel? Nee, we waren met te veel man, denk ik. Ik dacht, laat maar. Ze durfden het niet aan, bedoel je? Dat denk ik. Oké. Dus de politie die stond daar, die zei, jongens, dit gaan we niet doen. Maar jullie waren met 40 man. En toen ging die zelfs bij die auto staan. Toen dacht de politie, dit durven we niet aan. Laat ze maar doen. Ja, dat denk ik. Wat vind je ervan, dat de politie achteraf niet blij is met dat jullie bij die auto staan? Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Ze stonden erbij, ze keken erna. Ja. Daar heb je ook weer politie, zie ik. Ja, maar jij dus, komt dus veel politie. Ja, ze lijkt het wel op, ja. Jullie hebben ook gedeels opgenomen op een dakterras van een appartementencomplex in Enschede. Ja. Die gaan nu aangifte tegen jou doen. Ja. Van huisvredebreuk. Ja, precies. Hoe zit dat? Ja, ik ben gewoon naar binnen gelaten door iemand die daar woont. Dus op die manier zijn we naar binnen gegaan. Om 10 uur 's ochtends stonden we op het dak. 10:30 waren we alweer weg. Geruisloos. Niemand heeft last van ons gehad. Dus ja, om achteraf zo te mierenneuken is een beetje overdreven. Ja. En huisvredebreuk is denk ik wanneer je met een breekijzer toegang verschaft. Of ik ben ook niet met de ladder omhoog geklommen. Dus een beetje gezeik om niks. Ja, dus de politie boos op je. Nu mensen in het appartementencomplex. Een controversiële rap. Ja. Doet dat iets met je? Nee, het is mooi dat de boodschap aankomt. Dat het, de tongen zijn los in ieder geval. Er wordt over gepraat, er wordt over gediscussieerd. Mensen worden steeds meer bewust ervan dat dit soort dingen, het beleid bijvoorbeeld, niet klopt en wankelt aan alle kanten. Ja, want jij twijfelt dan blij, maar waarom denk jij dat als zij zelf weten dat dit niet werkt, wat jij suggereert, waarom voeren ze dit beleid dan? Ja, daar heb ik geen antwoord op. In ieder geval. Ja, ik weet het zelf ook niet precies. Ik weet alleen dat er heel veel dingen niet kloppen. En waarom eigenlijk? Ik heb geen idee. Het is in ieder geval een soort van controlestaat aan het worden, weet je. Ja. Nu noem jij Mark Rutte ook een NSB'er in jouw lied. Is dat ook niet dan ernstig overdreven? Zie de kloof tussen arm en rijk. En de VVD, die is van de partij. Dit is dictatoriaal en nog ver van liberaal. Mark de NSB'er, hoe laat kan je zijn? Huh? Kom in opstand. Ja, nou ja, NSB staat een beetje synoniem voor landverraden. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt, om een concreet voorbeeld te noemen, hij belooft continu mensen wat. Zorgmedewerkers belooft hij extra geld. En die hebben allemaal 1.000 euro gekregen. Dat vraag ik me af. Die hebben ze gekregen. Ja, inmiddels? Familie in de zorg. 1.000 euro. Maar ze hebben geen salarisopslag gekregen. En ondertussen stuurt hij wel miljarden naar het buitenland, waar de zorg daar wel van wordt, de zorgmedewerkers daar wel van worden betaald.
Ja, dus jij vindt hem een NSB'er? Ja, ja, daar komt het op neer. Ja. Ook zeg je in die rap dat pedo's worden beschermd in Nederland? In een land waar ze mensen met een goed hart oppakken en bescherming bieden aan pedo's. Het land waar het goede te bestraffen is, waar de zogenaamde verstandige nu een bange is. Waar gezondheid een prikje of een masker is en waar de leiding aan een groepje mannen zonder ballen is. Kun je dat uitleggen? Ja, als we bijvoorbeeld Nelson Maatman als voorbeeld nemen, op het moment dat hij bepaalde walgelijke uitspraken deed en hij wordt bedreigd of in ieder geval belaagd, dan wordt hij gewoon door de politie beschermd, staan gewoon voor zijn huis te posten. Als mensen jou bedreigen en belagen, word je ook beschermd door de politie? Ik heb nog geen bescherming gezien. Ik vang veel bedreigingen inmiddels. Ik heb geen je bescherming politie nodig? Nee, dat denk ik niet. Maar het is toch wel, kijk, die man doet, heeft een ziekelijke opvatting, hè? Dat is iedereen met je eens. Maar als zo'n man wordt bedreigd, ja, dan wordt iedereen beschermd in Nederland, toch? Ja, ik vind dat bij pedo's de grens moet liggen. Ik vind dat soort mensen, als je alleen al dat soort dingen zegt, dat je dat überhaupt kan uitspreken, ik vind dat strafrechtelijk, dat je daarvoor vervolgd moet worden. Stel nou, hij zegt dat soort dingen en ik ga daarheen, ik bedreig hem en fonds slaken in elkaar, dan moet dat kunnen. Ja, ja, ik vind, nee, dat niet. Al zou iedereen denken van, ja, dat moet wel kunnen, dat zou ik ook wel willen doen, tuurlijk, dat wil je het liefst doen. Maar ik vind kijk, pedofilie is niet strafbaar in Nederland. Je mag gewoon zeggen, ja, ik val op kinderen van 4, die wil ik graag neuken, et cetera. Mag je zeggen in Nederland. Ja. Ik vind dat strafbaar moet worden. Maar jij mag ook zeggen, ik ben tegen de overheid, ik ben tegen de lockdown. Ja, maar ik vind ik ga daar recht tegen in, ja. Ik hou me daar niet aan. Dat mag jij ook zeggen. Ja, precies. Op het moment dat je het uitvoert is een tweede. Maar ja, je mag alles zeggen in Nederland. Ja, maar ik vind dat bij pedofilie de grens moet liggen. Je mag hier ook geen nazi-sympathieën verspreiden in Nederland. Dat is ook volgens mij ook strafbaar. Nee, je hebt in ieder geval aandacht gekregen met je nummer. Ja. Iedereen is boos, iedereen vindt er wat van. Wat wil jij nu uiteindelijk dat er gebeurt? Wat moet dat nummer nu gaan doen dan? Ja, dat mensen die het nog niet met me eens zijn, dat die ook gaan nadenken. Want ik zie heel veel mensen die volgen blind wat Mark Rutte of Hugo de Jonge zegt. Ze vragen zich niet af, werkt een mondkapje wel? Waarom doe ik dat ding op? Waarom is het überhaupt verplicht? Ja, dat mensen wat meer zelf gaan nadenken. En jij wil echt dat ze in opstand komen? Ja, in opstand is burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus dat kan ook betekenen dat je geen mondkapje meer draagt in een winkel. Gewoon weer handen geeft, gewoon weer gaat knuffelen en gewoon weer normaal gaat doen eigenlijk. Heb je nog een laatste boodschap aan de politie? Die schijnt boos te zijn. Ja, kom in opstand. Ook de politie? Ja, ik weet toevallig dat heel veel agenten er ook niet achter het beleid staan. Dat ze liever echte boeven gaan vangen in plaats van een avondklok handhaven of coronaboetes uitschrijven.